En dan hebben we spijt van een klein... Eén. Yes. Ah, nee. Kaboom. Super veel kikkervis. Oeh. Oh. Een beetje water. Kan je... Zie je ze? Zijn dat kikkervisjes, Luc? Ja, je kent het. Je moet dus nog allemaal zien. Ga je gang, Luc. Ik heb me niet geloven. Drie zin. Wat was er gebeurd, jongen? Ik heb echt een jeugd, zegt hij. Dit is het mooie. Wie was? Wij hebben er... Vijf. Terug naar de vijver. Pootjes krijgen dat ze hier op. Meen je dat nou? Jullie boek is vandaag de hoogste... Een hele goede... Goeiemorgen. Wij zijn hier. Oh, welkom weer in deze nieuwe vlog, wou ik zeggen. Wij zijn wij er wel in Bellingraad. Voor mini vloggers. En het is vandaag... Het is vandaag... Oh, dank je. Alsjeblieft. Wat vriendelijk. Het is vriendelijk. Het is vandaag donderdagochtend. En ja, we zitten nog steeds in de meivakantie. In de corona-meivakantie, noem het maar eventjes. En Daniel die heeft vandaag een heel leuk uitje met Luan in de ochtend. En daarna gaan we gewoon weer lekker spelen rondom huis. Moet de wintersportbanden nog omwisselen voor de zomerwam? Oh, echt waar? Het is al mei. Is dat het? Ja. Oh, dat is het niet. Had al lang moeten gebeuren, maar door corona zaten wij in het bos. Dus toen konden we dat niet doen. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons mee. Toen doen. Ontbijt, nu zit hij lekker op de bank. Ja. En Luan zit hier met zijn schaal havermout. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Mm-hmm. Nou, Luxie is het winkeltje alweer aan het vakken vullen. Dus die gaan dan straks ook weer open. Kunnen we nog wel iets vertellen over de achtertuin wat we gisteren hebben bedacht samen? Wil je dat vertellen? Ja, kom maar even. We hebben gisteravond nog buiten de vlog om een best wel discussie gehad over de tuinkamer wat jullie gisteren hebben verteld. Ik denk namelijk over anderhalf jaar dat de kinderen niet meer op de trampoline zullen spelen. En dan hebben we spijt van dat kleine hoekje waar we allemaal rommel gaan opslaan. En dan vanuit de glazen wand op rommel zitten te kijken. Ik zal het jullie even uitleggen voor degenen die denken waar hebben jullie het over. Nou, we willen dus een tuinkamer zoals jullie wellicht weten uit vorige video's. En eigenlijk wilde ik hem tot 4 meter hebben, dat was tot hier. Omdat je hier zeg maar de trampoline hebt staan en ik die trampoline niet weg wilde doen. Maar Daniel wil groot en groter, grootst. Dus die wil hem helemaal tot de schuurwand, deze. En dan vanaf hier, dit de tuinkamer wordt. Maar goed, dan zeg ik, dan heb je wel een veel kleinere achtertuin. Nu gebruiken we de achtertuin niet zo heel erg veel. En hier is nooit zon. En daar is nooit zon. We maken meer gebruik van de voortuin. Maar toch, het idee dat je dan een nog kleinere achtertuin hebt. Dus we hebben even gisteravond met krijt hier dat lijntje getekend. En even de trampoline daar neergezet. Want daar moet dus de trampoline dan komen staan. Ja, dat is allemaal een halfjaartje nog, hè? Voor zolang de kinderen hem nog leuk vinden. Ja, maar Luxie vindt hem nu nog steeds leuk. En Luan vindt hem ook nog steeds leuk. Dus ik denk dat hij nog wel even langer staat hoor. Maar goed. Ja, allemaal, ja. En dan is hij weg. Nou, en dan wordt dit is allemaal. Een nieuw buitengedeelte. Nee, geen buitengedeelte. Een nieuwe tuinkamer. Alleen dan is dat wel iets groter dan dat ik dus me had voorgesteld. Ik moet me wel een beetje omschakelen. Ik weet niet eens of het kan hoor, Daniel. Of je wel zo'n grote tuinkamer kan maken. Misschien kan het nog helemaal niet, maar hè, misschien als we het op top doen, laten we het dan in één keer helemaal goed doen. Zij heeft gisteren de discussie gewonnen. Ik ben om, oké, doe maar zo groot als het kan. Dan hebben we wel een hele mooie grote tuinkamer waar inderdaad de kinderen lekker kunnen spelen met hun speelgoedjes en allerlei dingen. Ja, jongen. Ja, en Luan was het volledig met papa eens. Ja, Luan stemde voor. Luan stemde voor papa, hè? Ja. Nou, we gaan even lekker ontbijten en dan gaat de dag weer verder. Goedemorgen, hier zijn de mannen. Wij, veel plezier. Mannen. We gaan op mannenpad. Hey, wat gaan we nou precies doen nu? Nou, we gaan even naar de garage toe. Het is iets van een kwartiertje rijden. Ja. Ja, het is best nog wel even... Echt een mannenklus. Nee hoor, ik zal je vertellen. We moeten eerst naar de loods de zomerwielen ophalen. Ja, de zomer... Ja. En dan moeten we naar de garage. Oh. En dan gaat de auto met een krik omhoog. En die schroeft de winterbanden eraf. En dan de zomerbanden erop. En dan moeten we weer terugrijden. De winterbanden weer opslaan. Nou, dus dat wordt een mooie... 3 keer rijden. Klusje, wil je nog een slokje koffie, jongen? Probeer eens even. Dat is echt de koffie. Gaan we even lekker een klein stukje wandelen. Papa moet toch even de koffie leeg drinken. Jongen. Even snuffelen. Als je meestal doorloopt, dan gaan ze achter je na. Goed sowieso, Pip. Ja. Hey Woes, doei hè. Doei, Pip. Hey. Ik doe ze naar binnen, hè? Ja, is goed. Nou, papa doet even de honden naar binnen. En ik moet even 1 minuutje wachten. Maar ik denk korter.
van 20 seconden. Ah, nou, kan ik even lekker chillen. En het zonnetje schijnt ook nog nu lekker. Deze bakje koffie. Nou, het duurt dus toch wel 1 minuutje. Waar is Luxie nou gebleven? Nee. Lucilla, heb jij Luxie gezien? Nee, en we hebben een nieuwe app, Pieter Konijn. Dus ze speelt even met de Pieter Konijn app, maar heb jij niet Luxie gezien? Oh, daar is Luxie. Zat jij in de doos? Zat je daarin? Ik denk, waar is Luxie nou? Hoezo, Pip? Zat Luxie in de doos? Oh, lieve hondjes. Hm? Oh, ga je nog een keer verstoppen? Tot 1? Oké. Okay. 1. Ik kom. Huh? Waar is Luxie dan? Zou ze hier zitten? Nee, zou ze onder de tafel zitten? Nee, ik hoor wat. Ik hoor wat. Zou ze hier zitten? Wat is dit dan? Hé, dit is een gek gordijn. En wat staat er onder het gordijn? Wat is dit nou weer? Zijn hier voetjes? Hoe kan dat nou? Klop, klop. Hallo? Klop, klop. Is daar iemand thuis? Nee. Is daar iemand thuis? Nee. Is Luxie weer weg? Nou, waar is ze nou weer dan? Zit Luxie weer verstopt? Dat is raar. Zoek Luxie, waar is Luxie? Zoek Luxie, waar is kindje dan? Waar is kindje dan? Is dat jouw konijntje die je moet verzorgen? Ja. Ach, schatje toch. Zo gek van Pieter Konijn. En daar is ze weer. Oké, gaan we race met die opa. Geven. Nou, ik zou dat niet doen als ik jou was. Nee, hè? Nou, kom op, stop, Lee. Zeg maar groen. Ja, maar ik kan ook een beetje... Oké, van de 1. Koppeling, 2. Oh nee, hij gaat winnen. Koppeling, ja, 3. 70 mag je hier rijden. En de koppeling, nummer 4. En de koppeling, nummer... Welke komt er naar 4? 5. Nou, jij kan schakelen. Zo jongens, nou eens even een beetje de rommel opruimen. De tv die kan uit. TV uit. Hey, en dan gaan we zo eens even lekker aankleden. Als het spelletje afgelopen is. Oké. Okay. Als het spelletje afgelopen is, dan gaan we aankleden. Deal. 1. Nu ik zie gaan tellen. Yes. De zending. Wil je even een stoppetje spelen met je woefwoef? Het hondje. Was je daarmee een verstoppertje spelen? Ja. Zit die verstopt in de doos? Zit jij in de doos, Luxie? Ja. Met Waf-Waf? Ja. Pip. Oh, met Pip. Is dat Pip? Ja. Ah, oh, wat een lief Pipje heb jij daar. Ja. Gezellig zo in de doos. Nou, leuk. Doei, Luxie. Dag. Veel plezier in de doos. Daar is ze weer. Na een tijdje rijden zijn we aangekomen nu. Kijk, in deze loods staat onze zomerband. Echt? Ja, nou. Hier staat onze belling gewoon kamerstand. Zie je dat? En waar staan de banden? Tadaa. Ja, dat zijn ze. Zo. Hop naar de auto. Ja. We kunnen het ontbijt weer opruimen voor vandaag. Daniel die is dus met Luan even erop uit. Die is naar de garage toe. En we merken ook wel dat Luan en Lucilla ook het wel heel fijn vinden om af en toe heel even een momentje alleen te hebben, zeg maar, met mama of met papa.
Laatst was Lucilla ook met Daniel heel eventjes erop uit geweest. Toen hadden we de vlog al afgesloten. We doen ook vaak even, nadat we hebben gegeten, gaan we vaak nog lekker een rondje wandelen bij ons hier door het parkje heen en zo. Dat is lekker een avondwandelingetje maken, omdat het natuurlijk best wel lang licht is. En de kinderen niet meteen à la minuut naar bed gaan na het eten. Dus dan gaan we ook lekker spelen. En Daniel had laatst Lucilla meegenomen, ergens even erop uit. En nu zei Daniel van, nou is het de beurt aan, wat gaat ze nou weer doen? Wat gaan we doen? Nu is het, bal pakken. Oké, kijk even voor de lamp. Kom hier. En nu was het dus de beurt voor Luan om mee te gaan met papa. Dat kijkt hij zich dan heel erg naar uit. Laten we mijn haar heel. Daar kijkt hij dan heel erg naar uit. Is hij echt aan het aftellen, want een paar dagen geleden had Daniel gezegd, oh, ga je dan mee naar de garage? Dan is hij echt aan het aftellen, omdat hij zich verheugt om een momentje alleen met papa even. Echt zijn de mannen dingetje zeggen ze dan samen. Even lekker naar de garage toe en met de auto en keuvelen lekker. Dus als het goed is, hebben hun ook de actioncam mee. Ging die bal? Nou, pak de bal. En zijn hun eventjes lekker bij de garage de auto iets met de auto aan doen. Winterbanden wisselen in de zomer. Kijk, dan gaat de kik onder de auto. Zie je hoe Bettis dat doet? En dan gaat hij in de lucht. En dan ga ik de banden uit de auto pakken. En dan gaan we ze verwisselen. En die moet er helemaal voor rijden. Nou, top. Nou, kijk nu al eens. Ja, kik die auto omhoog, vriend. Ja, Bettis al mee. Doe maar samen. Ja. Hey, kijk je zo de auto omhoog, vriend? Als het niet lukt, doen we hem samen. Mag jij het niet doen? Oké. Dat is vast genoeg zitten. Nou, Luud, draai het dopje er maar af. Dan gaan we nog even ook de bandenspanning checken. Kijk, dit is 2 en dat is 3. Ja. Dit is een beetje been. Check je bedankt, Bertus. Bedankt. Nu, papa brengt ze terug naar de loods. Ik zit jou weer af bij mama en Lucilla en Luxie. Ga jij kikkervisjes vangen? Ja. Dank voor uw hulp, jongen. Was een leuke vader-zoon-tijd, toch? Ja, hoor. Dan zeggen we zo één keer en dan kaboom. Lucilla, dat was de afspraak. Lucilla, ik wil dat je nu de iPhone aan mama teruggeeft en dan gaan we samen spelen. Ik was bijna bij begin. Zo. Ja, dan gaan we zo lekker samen spelen. Goed? Nee. Wil je niet samen spelen? Ik wil eerst aankleden. Ja, we gaan eerst aankleden. Kom hier, unicorn. Ik kom hier, unicorn. Ik kan beter een Pieter Konijnenpak voor jou halen. Ja. Hey, gaan we aankleden en dan gaan we lekker spelen. Wat vind je leuk om te spelen? Weet je wel, die met die konijntjes, hè? Met die kaartjes, wat je moet raden. Spelletje spelen? Ja, die. Oké, okay, dan gaan we zo'n spelletje spelen. Eerst even aankleden, goed? Weet je wie ik bedoel? Even de thuispak aan. Met die konijntjes. Ja, wel met die konijntjes, ja. Een bordspelletje wilt ze zo spelen. Gaan we eerst even de kleren aan doen, want die hebben we nog steeds niet aan. Dit spelletje vindt Priscilla dus heel erg leuk. Ja. Dat zijn dit soort kaarten, allemaal bepaalde soort kaarten. En dan gaan we een verhaaltje bij bedenken. Ik zag hem nu dat je me zo de camera hebt. Nou, niet meer. En dan moet je bedenken welke kaart, over welk kaartje het hebt. En er zijn meerdere keuzes dan, hè? Zal ik de eerste doen? Ja. Oké. Ontsnapt. Dus deze kaart, maar ik leg er ook nog een andere kaart bij, zodat ze niet... Eigenlijk moet je met 3 spelers spelen. Zodat ze niet weten welke het is. Ontsnapt. Ik wel, jij moet zo meteen zeggen over welke kaart je hebt. Oké, die? Die? Of die? Welke kaart was voor mama? Ja! Deze was het! Goed zo! Dan mag jij stapje 1 op stapje 1 staan met je konijn. Oh nee, 3 hè? Per beurt mag je 3. Oké, nou jij weer. Ik mag er eentje op en dan gaan we nog een keer. Eentje pakken. Nog eentje pakken. Ik heb er nog een keertje gewoon met. Oh, echt? Bedenk maar een verhaaltje bij. You were nuts. Nuts. Ja, ik heb er één. Die erbij. Ja, doe maar schudden. Dan moet mama dus raden welke kaart jij hebt. Over welke kaart jij hebt gehad, hè? Sneeuw, hier is ook sneeuw en hier is het paraplu. Je wordt allemaal nat, dat klopt. Ik denk dat het de paraplu is. Ja! Ja! Weer een stapje vooruit. Wie komt er thuis? Ja. Hey! De mannen zijn weer thuis gearriveerd. Gaan we eens even kijken, Luxie. Wie komt er thuis? Ja.
Papa! Hé, hey, papa Luan. Zitten de zomerbanden er weer op? Ja. Ja? We zijn erop. Was dat leuk bij papa? Ja. Ja? Oh. Ja? Zomerbandjes. Nou, hartstikke mooi hoor. Ja, dan breng ik die winterbandjes al terug, want dan zeg je, ik weet nu wel hoe dat gaat. Okay. Terwijl Daniel nog even de winterbanden in de loods legt, had hij Luan even thuis afgezet, want ze willen heel erg graag kikkervisjes gaan vangen. Bij ons in de vijver zitten kikkervisjes en er zijn al laatst al buurtkindjes die hadden al wat kikkervisjes gevangen en die hadden wat aan Luan en Lucilla gegeven. Maar nu vinden ze het leuk om zelf ook te kijken of ze wat visjes kunnen vangen in de vijver hier bij ons. Dus we gaan naar buiten toe, we gaan lekker naar ons parkje. Het is lekker weer. De kinderen hebben laadjes aan, dus ze kunnen met voetjes in het water. Heb je sleutel? Ja. En dan gaan we eens even kijken, jongens, of we de visjes kunnen vangen. Ja, hebben jullie bij... Oh, Luxie, heb je dat allemaal mee? Nemen jullie dat allemaal mee naar de vijver? Oké. Nou, dan gaan we eens even kijken of er visjes te vangen zijn. Hier kunnen we ook nog kleine babyvisjes vangen. Ja, neem allerlei dingetjes mee. En hebben jullie ook de bakjes? Kijk, deze bakjes hebben ze meegenomen. Hier kunnen we de visjes in doen. Wel in het slootwater. Kunnen we ze hierin bewaren. En we hadden nog een klein netje gevonden. Hebben we die ook? Oh ja, kijk. Dit kleine netje. Daar kan je, moet je heel voorzichtig mee zijn dat hij niet kapot gaat. Dan kun je daarmee zo de kikkervisjes in het bakje vissen. Dat is handig, hè? Zo. Goed zo, Luxie. Nou, kijk. Hey, daar ergens moeten de visjes zitten. Daar hadden ze wat gevonden. Zo, nou, Luxie ligt een hele pannenwagen mee. Gaan we eens even kijken, Luxie, wat we kunnen vinden. Super veel kikkervisjes. Hé, hey, maar liefies, dan moeten jullie eerst even de bak klaarmaken, hè? Want als je nu een kikkervisje vangt, dan kan je hem nergens in doen. Kijk, deze bak. Dan ga je eerst even kijken, dan zijn dit jullie vangbakjes. Deze bakjes gaan jullie dan de kikkervisjes bewaren. Dus dan moet je eerst even een beetje slootwater erin doen. Ja, eerst een beetje slootwater erin doen. Hoe? Voorzichtig. Luan gaat eerst een beetje... Ja, daarom moet je uitkijken. Maar Jenna, hoe kom je Jenna dan uit? Ja, alle kindjes die spelen hier, hè. Moet je gewoon voorzichtig doen. Voorzichtig, Luan. Beetje water erin. Ja. Oh, je hebt er meteen heel veel. Kom maar. Ja, er zit er meteen heel veel in. Ja. Oh, kijk dan. Eén ding, één bakken. Je hebt meteen kikkervisjes, jongen. Kijk dan. Ik had wow. Ik heb er 5 gevangen. Ja. 3, 4, 5. Oké, zal ik er een beetje water in doen? Kijk, je kunt hier op die buis staan. Er zitten alle kikkervisjes. Ja, heb je wat? Ja, dat is water. Goed zo, kom maar. Doe maar water. Mama, even een beetje water erbij. Zie je dat, Luxie? Kijk. Zitten ze in ieder geval in een lekkere bakje met water. Kan jij hier de visjes in? We moeten ook een beetje plantjes bij doen, dat ze kunnen eten. Hoi, Luxie. Ja, ga maar heen en weer wandelen. Luxie, je mag wel heen en weer wandelen. Ja, dit water is wel wat dieper hoor. Ja, maar je kunt op dat ding staan. Dat is een, er ligt zo'n pijp in het water en daar kan je op staan. Je moet alleen een beetje uitkijken voor de brandnetels, maar je hebt gelukkig een legging aan. Moet je op die buis gaan staan. Zie je die buis? Daar moet je op gaan staan. Voorzichtig. Goed zo. Zit er één in? Oké. Okay. Ja, goed zo. Dan ga je weer terug. En dan moet je het netje binnenste buiten kiepen. Kijk, netje binnenste buiten. Binnenste. Nee, omdraaien. Zo, binnenste buiten. Kijk, en dan vloep. Ja, kijk eens. Oh, je hebt ook een heel kleintje. Je hebt er 3. Zie je dat? Kijk, ik ben mijn heel klein. Een heel kleintje. Ik ga nog eentje. Ja, doe er nog maar eentje. Voorzichtig, hè? Ja. Zie je ze? Ik heb er 1. Ja, heb je er weer 1? Goed bezig, Lucilla. Kunnen we zo kijken wie de meeste kikkervisjes heeft? Ja. Ja, ze zitten erin. Kijk, man. Heb jij hier eentje gevangen? Oh, kijk dan. Luxie. Ik heb... Mama, kijk. Help even. Ja, ik ga je helpen. Kikkervisje, Luxie. Eens even kijken. Ja, en dan moet je hem binnenste buiten doen. Deze druk je dus naar binnen van het netje en dan vouw je hem naar de andere kant op. Nee, liefie, omdraaien. Ja, zo. Kijk. Nee, even wachten tot hij eruit is. Ploep. Nou is hij in de bak. Oké, okay, nog één. Nog één. Ja, ik ga ook bezig. Ik ga er ook meer vangen. Ja, voorzichtig, hè? Ja. Zijn dat kikkervisjes, Luxie? Kleine visjes. Zie je dat? Kan Luxie zeggen vis? Vis. Vis, goed zo.
Ja, maar ik denk dat ze nu hebben gevoeld dat er mensen in de buurt zijn. En dan zwemmen ze allemaal weg. Dus je moet goed kijken waar ze zijn, waar ze zich verstoppen. Je ziet, overal zat hier kikkerdril, hè, langs de sloot. Langs de vijver is het eigenlijk. Oh, jongens, ik weet een andere snack. Andere route? Ja, goed zo. Ja, ik heb hem. Ja, heb je er weer een? Ja. Bingo! Hier hebben we ook nog allemaal snackroutes waar we dit water kunnen doen. Ja, maar hier heb je die makkelijke paal in het water, hè? Daar kan je niet zo goed erbij. Zie je dat? U? Jongen, daar kan je er niet bij, schatje. Jee, ik heb er alweer een. Goed zo. Ik ga nog een keer. Ja, jongens. Je moet een andere snackroute. Ja, hier zijn er mega veel. Echt? Ja, heel veel. Oké, gaan we daar kijken. Kom. Luxie heeft eerst erin gelegd. Zo. Hoe ga je dat pakken dan? Oh ja, ik zie het. Jongens. Nu kunnen we ze als goed is nog allemaal zien. Zie je dat? Ja, oké. Okay, lekker aan het rondzwemmen. Mam, wil je mijn hand vasthouden? Ik ga jouw hand vasthouden. Ga je gang, Lu. Heb je me? Ik heb je. Oh jee. Ah, er heeft iemand een komkommer in het water gegooid. Oké, okay, doe snel, anders was ze weg. Hoi, hè? Nee, oh, nu, ja. Doe weer het erin. Nee, maar die was voor mij. Oh. Nu, doe even de uit. Zullen we eens even kijken wat de stand van zaken is, jongens? Nee, maar ik wil nog meer vangen. Het is maar een hele lange, dat vond ik helemaal gevangen. Ja, een hele lange hengel, hè? Dus denken, hé, er komt iemand iets ons opvissen. Maar ik heb heel veel gehad. Je hebt er inderdaad al heel veel. Nee, Luan die is er even. Wat ben je aan het doen, jongen? Ik? Ja. Ik ben een beetje aan het Als je nou een beetje van dat kroos uit het water haalt. Is dit ja, dat. Nee, is niet giftig. Is dit? Die, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Er staan ook brandnetels tussen, hè? Ja, weet ik. Hey, maar Lucilla, kan je die groene plantjes die je ziet in het water, die moet je even pakken? Nee, hier. Sil. Hier voor jouw neus. Precies daar voor jouw neus. Dat groene eten de visjes. Ja. Pak dat maar eruit. Ja, goed zo. Iets meer nog? Ja, geef maar aan mama. Oh, dat is wel heel veel. Kijk, dat moet je een beetje in het water doen. Kijk, ja. Oh, er zit er nog een stokje bij. Je hoeft niet alles erin te doen hoor. Maar gewoon een beetje de groene dingetjes. Deze eruit. Kijk, dan hebben ze ook nog wat lekkers te eten in de bakjes. Och, schatje. Goed zo. Heel goed. Kijk, hier nog meer. Zo. Ja, die mag beetje ja, erbij. Ik heb niet zoveel kroes. Ja. Nou, Sil, heb je ze allemaal uit de vijver gevist? Nee, ik zag hier eentje, maar ik zie één. Oké, voorzichtig. Nee, ja, net een moppen, jongen. Ja, dat is een steen. Lucilla gaat namen geven. Hey Luxie, wat ben jij aan het doen? Heb je mama's labello gepakt uit de tas? Oh schatje, kom maar, geef maar weer aan mama. Wou je even mooie lipjes opdoen? Ja, ik zie het. Wou je die mooie lipjes opdoen? Oeh, mooi. Ja, mama. Mooi, schatje. Goed zo, Sil. Beetje water nog erbij, niet te veel. Ja. Lucilla is mama, daar. Het is hier glas. Ja, ik heb je ook vast, liefie. 1, 2. Ja. Ik heb er één. Heb je er één? Ja. Nog een keer, Lu. Snel, snel. Nou, zwemmen ze. Snel. Oeh. Ha, ik heb je. Ik heb je. Je hebt gelukkig laarzen aan, hè? Lucilla die weet toch wel heel erg goed hoe het moet, Sil. Mama en Luan lukt het niet, maar Lucilla doet het wonderbaarlijk goed. Echt waar? Heb je ze weer?
Sil, het gaat echt heel goed bij jou. Volgens mij loop jij voor, Sil, met alle visjes. Zit er iets in? Echt? Okay. Ja, het netje omkiepen. Ik heb er veel, hè? Je hebt er al superveel, schatje. Het gaat heel goed bij jou. Moet je even kijken. Hoi! Hey, Luan. Hey, daar zijn ze weer. De Nuxie de stok mee. Ah. Wat was er gebeurd, jongen? Ja, ik ben in die bank niet te gaan vallen. Ja? Oh, kijk van die putjes. Oké. Okay. Oh ja, ik zie het, ja. Heb je een crampje erbij? Hartstikke goed. Heb je het? Maar Lucilla, die loopt koppersil, of Lu? Die heeft er al heel wat. Moet ik je helpen soms? Ah, dat is lief. Dat is lief, want ik heb brandnet op pitjes. Ja, dat helpt ook, hè? Paardenbloem erop smeren, zeggen ze. Ik kan een paar voor jou pakken. Of een beetje spuug erop, kan ook. Ik kan wel een paar voor jou pakken. Ja, Lucilla die gaat er een paar voor jou vissen. Goed? Mam, hoi, ja, Luxie. Ja? Dit ook werkt. Nee, niet die. Deze. Even kijken. Van de bloemen van de paardenbloem. Kijk. Ja. De blaadjes van de paardenbloem. Je hebt hier de paardenbloem en je hebt hier deze. Ja, als je die er dan op smeert. Als het goed is moet dat ook een beetje helpen tegen de jeuk. Bruin? Ja? Kijk, hij was bruin en was super dik. Echt waar? Ja. Een heel dik kopje. Zo noemen ze ook wel eens, hè? Dik kopjes. Ja, heet ze ook soms dik kopjes? Ze noemen ze ook wel eens dik kopjes, ja. Omdat ze hebben dikke bolletjes. Hey, maar jongens, wisten jullie ook wat er met de kikkervisjes gebeurt? Ja, die worden kikkers. Die worden kikkertjes. En eerst zwemmen ze heel lang in het water. Maar opeens dan gaan de finnetjes en de achterkant, die gaan groeien tot pootjes, tot kikkerpootjes. En als ze dan echt een kikkertje zijn gaan groeien, als ze kunnen springen, dan springen ze zo uit de bak. En dan gaan ze verder op het land als kikker. Ja. Ook in het water, maar ook als kikker, ja. En als de kikkertjes natuurlijk wat groter zijn geworden, dan zetten we ze natuurlijk gewoon weer lekker uit in de natuur hier voor ons huisje. Maar ze vinden het gewoon heel erg leuk om die kikkervisjes te vangen. Deed ik vroeger ook, ook echt een jeugdsentiment. Deed ik ook met mijn zusje, ging ik ook kikkervisjes vangen. En je ziet ook hier steeds meer kinderen uit de buurt, die komen hier allemaal kijken naar de kikkervisjes. En dan gaan ze met netjes vangen. Het is gewoon super leuk natuurlijk ook voor kinderen om te spelen. En te zien hoe die ontwikkeling gaat van zo'n kikkervisje. En hoe het uiteindelijk echt een kikkertje wordt. Het is ook wel weer een leerzaam iets. Dit is het mondje. Luan heeft hem gewoon vast. Kun je hem goed zien? Ja. Ja, alsjeblieft. Nou, doe maar snel erin. Ik heb hem van jou gevangen. Ah, lief Sil. Alsjeblieft. Oh. Dus maar snel in het water. Zullen we kijken of ze dan nog zwemmen? Doe maar in het water. Oeh, goed zo. Ik heb hoog gevangen, hè? Oeh. Goed zo. Kijken. Ja. Hartstikke goed, hoor. Vliegtuig. Oh ja, wauw. Kijk dan. Ik weet niet of jullie hem zien. Daar zit het vliegtuig. We hebben even wat stoepkrijt voor Luxie opgehaald. Kijk, Lux. Kan je een mooi hartje maken. Zie je dat? Dat is mooi, hè? Gaat Luxie even een mooie tekening maken? Ja. Woef, woef. Is dat een woef, woef? Hoe gaat het hier, jongens? Goed. Hebben we de vangst al binnen, of niet? Een slang. En ik heb kikkervisjes. Echt? Je moet net even een plekje weten. Een zeeslak. Kijk. Ik heb ook een paar namen gezegd. Heb je al namen bedacht? Sophia en Sophie en Aline en Hij drijft. Een lily, ach schatje. Wat drijft? Oh, een slak drijft. Nou, veel plezier, slak. Ik heb nog een naam. Die heet Boontje. Boontje? Ja. Schatje, wat lief. Maar hoe haal je ze uit elkaar dan? Want ze lijken allemaal op elkaar. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Je kunt ze gewoon alle namen noemen. Ze luisteren naar alle namen. Ja. Gaat de slak bewegen, jongens? Ja, ik zag hem. Komt hij uit zijn schulp? Ja, hij komt uit. Hij komt eruit. Oh ja. En hij beweegt heel veel. Kijk hoeveel kikkervisjes er zijn. Hey, papa. Hebben we allemaal kikkervisjes?
visjes gevangen. Zie Woezel. Dag Woezel. Kijk al wat jullie kikkervisjes zijn. Maar niet dat ze krijpen in ons meteen. Maar dat kunnen ze niet. Dat zijn dus de visjes. En die staart, dat wordt dus de achterpootjes. En dan gaan ze op een gegeven moment kunnen ze springen. Ze zijn glibberig. Ze zijn glibberig, hè? Ze zijn hier op uit. Ja, dat klopt. Leon is de slak aan het onderzoeken. Ben je blij met je slak ook? Ja, kijk, en ik zit lekker in een bootje varen. Ja, ik zie het. Oh, ik probeer om de kikkervisjes te vangen. Zullen we zo eens even gaan tellen hoeveel jullie er al hebben? Ja, dat is goed. Want jullie hebben al een hele bak vol. Ik denk niet dat er nog meer bij passen. Weten jullie nog welke bak van wie was? Ja, die is van mij en die is van jou. Okay. En deze is ook van mij. Oh, oké. Okay. Hey, vader. Ja, we zijn even aan het tellen wie de meeste visjes heeft gevangen. Hey, Woezel. Kijk, ook nog een zeven. Hey, Pipje. Hallo, jongens. Dat zijn we, joh. Kijk. Kijk, ik heb een beetje vast. Weet je welke van mij zijn? Die geur ook naar Woezel. Ja, slootwater, hè. Ga maar met papa. Daar is papa weer. En dat zijn de visjes, hè. Kijk, zie. Zo is veel, jongens. Ja, het zit goed vol hier in de vijver. Kijk, pap, dit is een kikkervisje. Dit is de bak van Lucilla. Ik probeer eens. Die gaan we eerst even tellen. 1. We doen ze even in dit bakje zodat ze goed kunnen tellen. Dat is 1. Dit is 2. Je vangt ze ook gewoon met je handen, hè? Ja, kijk, ik zit. Oh ja. Dat is 3. 3. Wij hebben er 20 geteld, ja, hè? Lucilla heeft er 20. En dan gaan we eens even kijken hoeveel in de bak van Luan zit. Mag mijn zeeslak ook mee tellen, want die heb ik eigenlijk zelf gevonden. Ja, maar die telt dan als 1 zeeslak, goed? Ja, 20. Of ja, Lucilla heeft er 20. Maar we gaan eens even tellen, want hier zit nou water in. Dan kunnen we ze beter tellen. En dan moet je ze met de hand proberen te vangen. Ja, ik had net ook brandnetel. En we hebben brandnetelcrème bij, hoor. Je kunt er ook een paardenbloem op doen. Paardenbloem? Ja, op de brandnetel. Tegen de jeuk. Ja, 2. Heel goed. Lucilla helpt even vriendinnetjes mee. 5. Ze zijn wel snel, hè? Ja. Zie je? Dan doe je eentje zo in een hoekje. Ik heb er alweer een. Kijk. En 6. Hier zitten er nu 15 in, Lu. Dat wordt spannend. Het wordt spannend. Lucilla had er 20. Zullen er hier nog 5 in zitten? Meer of minder? Wat denk je? Nou, Lucilla is ook voor andere meisjes toch meer aan het vangen. Dus Lucilla heeft er wel zelf 20, maar volgens mij heeft ze al wel meer dan 20 gevangen, of niet, Sil? Nou, dit is 20! Lucilla, nu is het 20. Oké, okay, alles wat er nu bij komt. 25, 25, 26, 27. Jij hebt er 27, Luan. Oh, wat? En jij hebt er 20 voor jezelf, maar je had ook nog voor die andere meisjes. Dus eigenlijk hebben jullie gewoon evenveel visjes gevangen, jongens. Yeah. Hartstikke goed gedaan. Als je wil. Maar ze gaan nog even door. Nou, de meiden hier die ook aan het helpen zijn, die zeggen al, die moeten al iedere dag het water verversen van de sloot. Dus dat gaan we dan maar doen, Alu. Iedere dag even nieuw slootwater erin doen. En, heel slim, ze hebben er een plankje of een klein stokje erin gelegd. Nee, mam, ik heb geen stokje. Kijk, dat zeiden ze dus. Ik heb geen stokje. Ja, dan gaan we voor jou ook een stokje erin leggen. Want de meisjes zeiden, als je dan een stokje erin doet en ze krijgen pootjes, kunnen ze eruit springen. En dan kunnen ze weer terug naar de vijver. En toen vroeg ik me ook nog af wanneer ze dan echt pootjes krijgen. En dat wisten we allemaal niet. Dus ik heb het even gegoogeld. En het duurt 6 weken. Dus na 6 weken... Jongens, na 6 weken krijgen ze pootjes. Na 6 weken? 6 weken. Ja, daar staat hij. Maar ik denk dat deze kikkervisjes al wat langer dan 6 weken zijn. Dus ik denk dat bij deze nog iets eerder zal zijn dan 6 weken. Ik denk iets van 3 uiteindelijk... weken. Maar ja, zoiets denk ik. Uiteindelijk hebben ze 6 weken zijn het kikkervisjes. En dan krijgen ze pootjes en dan kunnen ze eruit springen. En dan worden dit kikkertjes. Ja, denk je? Nee, mag ik zien. Kijk. Allemaal van dat eten nog erbij in doen. Dat de kikkervisjes natuurlijk wel kunnen eten in de bakjes. Dan Luxie dus lekker haar slaapje even doet in de achtertuin. Dat is hier mijn liefste. Ja, de kinderen die zijn nog even lekker verder gaan spelen met buurtkindjes. Ze zijn lekker naar het strandje gegaan om daar nog lekker in het water te spetteren. Ik heb even de visjes hier in de schaduw neergezet. Het bakje van Lucilla en het bakje van Luan. En we gaan eens kijken of het ons lukt om deze kikkervisjes tot volwaardige kikkertjes te doen laten opgroeien. En dan zetten we ze natuurlijk gewoon weer in de vrije natuur. Maar het is vooral ook heel erg leuk voor de kinderen om te zien hoe dat hele natuurlijke proces gaat. Ze hebben wat van dat spul wat ook in het water lag in de bak zitten. Een houtje ervoor in waar ze pootjes krijgen dat ze hier op kunnen. En we moeten gewoon regelmatig even het water verversen uit de sloot.
dat ze iedere keer weer vers water hebben voor nieuw eten, wat er dan ook in zit. Dus we zijn benieuwd of dit kikkertjes gaan worden. We gaan het zien. Meent het nou? Ja, ja. Wauw. Ik kom binnen en Daniel zegt, wauw, kijk eens wat voor een berichtje ik binnenkrijg. Daniel krijgt een berichtje binnen van onze uitgever van ons boek. Ja? Ik kreeg een berichtje binnen van onze belletjeboekschrijvers. Hallo Daniel, Farah, Luan, Silla en Luxie. En Woesel en Pip natuurlijk. Gefeliciteerd, jullie boek is vandaag als hoogste binnenkomer in de bestseller 60-lijst gekomen. De bestsellerslijst, ik nog even keer goed. Wacht even, ik moet er even goed lezen. Jullie boek is vandaag de hoogst binnengekomen bestseller 60. Wat betekent dat? Dat is de top 60 lijst. Dus we zijn de hoogste binnengekomen. Dat hadden we overigens niet verwacht. Zie je ook weer aan onze reactie. Hadden we echt niet verwacht. Superleuk dat jullie ons boek ook allemaal zo leuk en inspirerend vinden. En we vinden het ook echt heel erg leuk om dat van jullie te horen. Dus als je ons wilt laten weten wat je van het boek vindt, post het op social media en like ons, tag ons. En dan zullen wij het zeker ook zien, want dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk. Het is ons persoonlijke boek, dus was nog best wel spannend eigenlijk in het begin. Ons persoonlijke verhaal. Ook best wel dingen die heel intiem zijn, die we hebben gedeeld van het boek. Ook vooral dat we ouders en ook grootouders heel veel uit kunnen halen. Ja, en kinderen. Ja, er zijn heel veel leuke foto's. Superleuk. Dankjewel iedereen voor het bestellen van ons boek. En dat jullie het boek zo leuk vinden. Echt ontzettend, ontzettend fijn. En leuk mega veel lezing kijken hier. Ja. 200 bladzijden, daar ben je wel even mee bezig. Luxie is ook weer wakker. We zijn inmiddels weer een hele tijd verder, poppetje. En de kinderen die zijn nog steeds lekker buiten het spelen met de buurtkindjes. En Daniel gaat ze ook weer lekker koken, jongens. Dus we gaan de vlog afsluiten. Dus volgens mij heb ik echt al wel heel veel gevlogd. Daniel vond ook heel veel gevlogd. Dus vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimen omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. Tot morgen weer. Tot morgen. Tot morgen. Doeg. Voeg je hart, boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem.